We leven in een tijd waarin de lat hoog ligt op cosmetisch gebied voor zowel mannen als vrouwen. Finesse Bodyline Clinic speelt in op de trends. Met hun technieken bieden ze behandelingen zonder operatie. Zoals bijvoorbeeld het vergruizen van vetcellen en een facelift zonder dat er gesneden wordt. Ja, we doen een aantal behandelingen hier. Onder andere Ultimate. Hè. Ultimate is het vergruizen van vetcellen met de UltraShape. En natuurlijk doen we ook iets aan de huidverslapping. Je krijgt dan zo'n ingevallen gezicht en hier van die storende hamsterwangetjes. Ultera is een methode die bouwt die collageenlaag weer op, waardoor je weer een nieuwe, steviger huid krijgt. Is dat een goede behandeling voor mij misschien? Zou kunnen. Ik zou zeggen, loop mee, dan gaan we eens kijken. Oké, Cor, zeg jij maar wat ik moet doen. Ja, nou, je mag recht voor je uit kijken. We maken nu 5 foto's in een hoek van 45 graden. Het lijkt wel opsporing verzocht, hè? Ja, nummer eronder. Cor, hoe is het idee ontstaan voor deze kliniek? Een aantal jaren geleden kwam ik deze methode tegen, hè, het vergruizen van vetcellen. Daar zijn we mee begonnen, 12 jaar geleden. Hiervoor heb ik 30 jaar ambulance gedaan. Op een gegeven moment merk je toch dat er steeds meer agressie komt. En ja, als je dan nog een aantal jaar moet, dan ga je toch nadenken over de rest van je carrière. Dus de overstap was op zich goed gemaakt, ook omdat je vanuit medisch perspectief de techniek ook goed kent. Hè, dus als je nierstenen kan vergruizen, ja, dan kan je ook vetcellen vergruizen. Wat is het principe van UltraShape? Ja, dat is een ideale methode om vetrolletjes aan te pakken zonder dat je hoeft te snijden. Zouden mensen dat bijvoorbeeld ook met goede voeding en sporten kwijt kunnen raken, die vetrolletjes? Nee, wat we zien is dat als je gaat afvallen, hè, bij heel veel vrouwen zie je dat vooral in gezicht, armen, borsten. Hè, en die zones waar je het weg wil hebben, dan weer niet. Dus de meeste dames zeggen van ja, ik val wel af, maar op de verkeerde plaatsen. En bovendien, als je stopt met lijn of sporten, zit het er ook zo weer bij. En dus wat wij doen is het vergruizen van die vetcellen. En je lichaam maakt ook geen nieuwe vetcellen meer aan. Dus wat weg is, blijft ook weg. En natuurlijk moet je ook kijken naar voeding, naar bewegen. Maar dat is in het hele proces. Pak een beetje 15% van het probleem. Naast die populaire UltraShape hebben jullie ook een gezichtsbehandeling waar ook geen snijden aan te pas komt, hè? Geen dat operatie klopt. Komt ja. aan te pas. Hoe werkt dat? Ja. Ultherapie is een methode waarbij we ook met ultrageluid werken. En waarom? Omdat met ultrageluid kan je precies op de juiste diepte gaan werken. Het vervelende van huidverslapping is dat die collageenlaag in je gezicht neemt af. En je huid gaat in feite dit doen, hè? Die zakt naar beneden. Dus wat je wil, is eigenlijk die collageenlaag weer verstevigen van binnenuit. Nou is die laag die zit bij iedereen weer op een andere diepte onder die huid. Sterker nog, die zit hier dan weer vaak dieper dan hier of hier. En de enige methode om die huid goed aan te pakken is door eerst een echo te maken. Want op basis van echo kunnen we precies zien hoe diep die laag zit. Wat we doen is op een heel klein oppervlakte een hele hoge temperatuur leggen, waardoor die collageenlaag zelf gaat regenereren. Waardoor die huid ook weer steviger gaat worden. Ja, en is dat van blijvende duur? Nee, ultherapie is niet blijvend. Dus over het algemeen heb je 2 tot 3 jaar daar plezier van. En natuurlijk als je vindt dat het weer verslapt, kan je het herhalen. Je moet het eigenlijk altijd onderhouden. Je moet het altijd onderhouden, ja. Maar dat hoeft dan niet 3-4 keer in een jaar. Dat kan je gewoon 1 keer in de 2-3 jaar doen.